Stellingen van je lobbyschool leren over hygiëne. Oma Bai is hip en flexi. En volwaardige debatteerders krijgen een prijsje. Goedenavond, fijn dat je er weer bij bent. Hoesten met je handen voor je mond. Dat is wat we hebben geleerd. Toch is dit niet de juiste manier. Vandaag op Wereld Rode Kruisdag leerden kinderen hoe het wel moest. Het Surinaamse Rode Kruis bezocht de Faya Lobby School te Paranam. Dat kind moet in zijn oksel niezen door zo. Of in je trui. En dan is dat kind toch wel wat veiliger. In plaats van in de handen of in de zakdoek stoppen we in onze zak weer. Vegen onze handen mee, die bacteriën blijven dus bij je. Rode Kruis is een organisatie die mensen helpt. Bij ongevallen en bij natuurrampen is het Rode Kruis er vaak heel snel bij om hulp te bieden. Ook geeft het verschillende trainingen, zodat mensen leren hoe ze veilig en gezond kunnen leven. Ook de leerlingen van de Faya Lobby School. Zij hebben extra hulp nodig om de leerstof te begrijpen. Als we kijken naar zijn hand, waarom denk je dat het niet goed gewassen is? Hij heeft nog blauwe plekken. Als het goed gewassen is, moet het helemaal rood zijn. Geen enkele witte plek, geen enkele blauwe plek. Voor het eten, na het eten, als je van het toilet komt, moet je je handen wassen. Is het belangrijk om je handen te wassen voordat je gaat eten? Ja. Omdat als je bijvoorbeeld iets aanraakt, je weet niet als je het aanraakt en binnen daar zit er alleen bacteriën. Je moet eerst je hand spoelen en dan zeep zetten en dan moet je je hand goed wassen. Vandaag hebben we het meer gehad over handen wassen, goed te niezen, omdat we er vaak niet bij stilstaan dat we onze handen niet goed wassen. En dat willen we toch wel benadrukken, omdat je handen met je handen doe je heel veel. Toch? En ze schoon te houden, ze gezond te houden, blijf je ook gezond. Niet alleen in Suriname, maar in de hele wereld zijn er vandaag activiteiten om de geboortedag van Henri Dunant, de oprichter van het Rode Kruis, te herdenken. Dus niet meer, maar... Heb je voor vandaag pech gehad? Misschien van de fiets gevallen of je schoen is stuk gegaan tijdens het lopen naar school? Oh nee, ik weet het. Je hebt net een flesje soft open gedaan en die is per ongeluk op je gevallen toen iemand tegen je aankwam. Dat kan misschien komen door vandaag. Het is vrijdag de 13e. Voor sommigen een ongeluksgetal. Vorig jaar, vrijdag de 13e, ben ik gevallen met mijn fiets. Ik weet niet hoe, maar ik ben gevallen. Nee, geloof niet in zulke dingen. Zijn bij geloof, vind ik hoor. En dan is met mij gebeurd, dus ik kijk nog. Vrijdag de 13e is een normale dag. Ja. Je gelooft niet in zulke dingen. Ik geloof in mijn vijf. Ongeluksgetal of niet, je wilt toch wel graag weten waar dit alles vandaan komt? Hierover zijn er verschillende verhalen. Eén fase gaat terug tot naar het begin van het christendom. Neem en eet. Volgens het christendom is het laatste avondmaal gehouden met 13 personen, de discipelen van Jezus. Tijdens deze maaltijd werd Jezus verraden door Judas. Dit is mijn bloed, Judas. Doe maar wat je moet doen. Verder zegt het verhaal dat Judas ervoor heeft gezorgd dat Jezus is gekruisigd. En je kan het dus raden op welke dag. Een vrijdag dus. Op die dag wordt Goede Vrijdag gevierd. Sindsdien werd elke vrijdag de 13e als de slechtste dag beschouwd. Iedereen die hierin gelooft, zegt dat die datum alleen maar pech met zich meebrengt. Dit verhaal heeft zich over de hele wereld verspreid. In Amerika bijvoorbeeld zijn er hotels die geen kamer 13 hebben. In Frankrijk zijn er geen huizen met nummer 13. Ook zijn er op deze dag niet zoveel mensen op straat. Gelukkig voor alle bijgelovige mensen is er voor dit jaar geen enkele vrijdag de 13e meer. Alleen vandaag. Nog enkele uurtjes, dan is het voorbij. De Ronde van Italië is nu gaande.
Dat is een wielrennerswedstrijd die wordt gereden in en rond Italië. De wielrenners zijn op schema. Alleen hebben ze één probleem. Zondag moeten ze over de vulkaan Etna fietsen. En deze vulkaan is weer eens uitgebarsten. De Ronde van Italië startte vorige week. Meer dan 200 wielrenners doen eraan mee. Er worden verschillende etappes gereden in Italië. En alles loopt volgens schema. Aanstaande zondag zullen zij over de spuwende vulkaan Etna moeten rijden. En dat wordt lastig. Etna spuwt nu meer dan 400 meter lava en as de lucht in. Erg hoog dus. Deze vulkaan is een van de actiefste in de wereld. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat dit nu gebeurt. Maar dat het tijdens de Ronde van Italië moest gebeuren, is niet echt goed nieuws. Er wordt van alles gedaan om het toch mogelijk te maken voor de renners om over de vulkaan te fietsen. Schoonmaakploegen zijn gisteren direct ingezet om de as op de route op te ruimen. Als de vulkaan tot en met zondag rustig blijft, kan de etappe gewoon gereden worden. Als Etna toch weer uitbarst, zullen de renners moeten omrijden. Er zijn een paar hippe oma's in de wereld die van alles nog aandurven. Zoals een Chinese oma van 65 jaar. Tijdens een talentenjacht op tv liet ze zien dat ze heel goed de King of Pop, Michael Jackson, kan nadoen. Tijdens de China Got Talent laat oma Bai zien dat ze nog bijzonder fit is. Ze doet de moonwalk, laat de moves zien van Beat It en kan ook heel goed dansen op Dangerous. De jury staat er verbaasd bij. Oma Bai was helemaal in de smaak van Michael Jackson. Een wit hemd, zwarte broek en natuurlijk de witte sokken. Toen ze te horen kreeg dat ze verder mocht in de wedstrijd, bedankte ze ook heel passelijk met een Michael Jackson dansje. Deze oma is echt flexie, hè? Jij kan ook zorgen dat je zo fit blijft. Door gezond te leven zal het zeker lukken. Leren spreken in publiek en ook nog met elkaar in discussie gaan. Enkele kinderen maakten gisteren indruk met hun spreekvaardigheid. Na alle trainingen kon de echte debatwedstrijd starten. Jullie ready? Aan deze kant ready? Oké, de eerste stelling voor vandaag. Alle kinderen in het binnenland moeten naar de basisonderwijs, naar het vervolgonderwijs kunnen. Stichting Projecten organiseerde een debatwedstrijd voor zesde klassers. Het thema van het debat is: het recht op onderwijs geldt voor iedereen, ook voor jou als vrouw. Ik wist eigenlijk niet wat debatteren was. Ik had het wel op tv gezien, maar ik was nieuwsgierig om het te leren. Ik heb meegedaan aan het debat omdat ik geïnteresseerd was. Toen ik het eerst hoorde, wist ik niet wat debat inhield. Dit is de zesde keer dat Stichting Projecten de activiteiten voor de Global Campaign for Education organiseert in Suriname. Afgelopen jaren hebben we een discussie georganiseerd met kinderen en we zagen dat het niveau steeds hoger wilde, dus we wilden graag met de kinderen een debat hebben. En dit onderwerp heeft zich er goed voor geleend. De kinderen hebben 2 maal geoefend tijdens de paasvakantie. Ze leerden te argumenteren, maar ook naar elkaar te luisteren. Nu kennen ze allerlei debattechnieken. Bij debatteren zijn er 2 groepen. De ene groep is tegen en de andere is ervoor. Allebei tegen of voor. Je hebt een andere mening. Je hebt toch je best doen. Je moet erop letten, als je een punt van informatie geeft, moet je je hand boven je hoofd zetten. En je moet luid praten, duidelijk praten. En u moet goed luisteren naar het andere team, zodat u goed kunt reageren op hun argumenten. En al dat oefenen heeft duidelijk iets opgeleverd, want het debatteren lukt al vrij aardig. We zijn voor, omdat als die meisjes gratis naar school moeten gaan, dan hoeven die ouders niet echt zoveel te betalen voor die jongens en die meisjes. Het publiek, de jury en de minister van Jeugdzaken waren onder de indruk dat de kinderen zo vlot kunnen praten. En van sommigen zullen we later nog vaak horen. Dit had ik in de verste verte niet verwacht, dat zulke jonge kinderen zo goed kunnen nadenken. Ze hebben uit zichzelf meteen hun reacties kunnen formuleren. Zo merk je dat daarmee bij deze kinderen zeker een kiem gelegd is voor hun verder leven. Alle kinderen kregen op het einde een mooie prijs en een certificaat. Nu zijn ze volwaardige debatteerders.
En dat was het dan weer voor vandaag. Fijn weekend en tot maandag. Doei doei!